Hoi, ik ben Martin Koeman en in deze video geef ik 5 mogelijke oorzaken van eczeem. Een aantal gangbare en 2 best verrassende. Eczeem is een huidaandoening, waarbij de huid ontstoken raakt. Daar kunnen 3 verschillende fysieke oorzaken achter zitten. De eerste fysieke oorzaak, dat is ondervoeding. En dat klinkt misschien een beetje gek in deze tijd van overvloed, maar als ik zeg ondervoeding, dan bedoel ik dat het lichaam niet voldoende voedingsmiddelen, bouwstoffen binnenkrijgt om de huid gezond te houden. Nou, welke voedingsmiddelen maakt de huid nou sterk? Dat is omega-3 vetzuren. Wat zijn omega-3 vetzuren? Vitamine A, vitamine D3 en vitamine E. Tweede oorzaak van eczeem, dat zijn overgevoeligheden en intoleranties. Dan splitsen we eczeem in 2 categorieën. Je hebt contacteczeem. Dan ben je overgevoelig voor stoffen waar je mee in aanraking komt van buitenaf. Dat zijn bijvoorbeeld metalen, zeep, wasmiddel. Bij metalen moet je dus denken aan sieraden, een deurknop, munten, brillen. Wat ook kan, is dat het niet van buitenaf is, maar van binnenuit. En van binnenuit bedoel ik dat de darm overprikkeld reageert op voedingsmiddelen. Boosdoeners die daar... die veel voorkomen, dat zijn granen, gluten, zuivel. Ik noem natuurlijk voorbeelden. Het zijn een beetje de meest gangbare, maar eigenlijk kan je overgevoelig op alles reageren. Dus het is, vind ik, niet gek om eens te kijken wat er gebeurt als je nou bepaalde stoffen weglaat. Ga nou eens een ander wasmiddel gebruiken of een andere douchegel. Word eens een week zuivelvrij en kijk wat er gebeurt met je huid. Een derde oorzaak van eczeem, dat is vervuiling. We krijgen allemaal dagelijks gifstoffen binnen. Daarbij moet je denken aan zware metalen, luchtvervuiling, alcohol, roken, pesticides die we via onze voeding binnenkrijgen, medicatie. Het lichaam moet dat ook weer opschonen. Dat is een normaal proces. Dat gebeurt normaliter via de lever, de nymfen, de nieren. Als er dan te veel binnenkomt, of als een van die organen minder werkt, dan kan het lichaam die gifstoffen niet kwijt. En wat er dan gebeurt, de huid is eigenlijk ook een orgaan, een uitscheidingsorgaan, en dan komen de gifstoffen eruit via de huid, wat bij veel mensen voor huidirritatie leidt en eczeemklachten kunnen veroorzaken of verergeren. Dat kan je nou doen? Een tip vind ik om te kijken of je wat schoner kan leven, waardoor er minder binnenkomt. Soms wel lastig, vind ik. Wat je ook zou kunnen doen, is kijken, goh, hoe kan ik mijn lichaam nou zelf meer opschonen in de vorm van verdiepjes in darmreiniging of in een sappenkuur. Een vierde oorzaak van eczeem, die is niet fysiek, maar dat is wel vervuiling, en in dit geval is dat emotionele vervuiling. Nou, wat houdt dat nou in? We hebben allemaal emoties. Als we die nou niet genoeg uiten, of helemaal niet uiten, dan wil het lichaam er op een gegeven moment toch vanaf. En dan ontstaan er fysieke klachten. Het meest bekende is misschien wel smalingshoofdpijn. Nou, de huid werkt ook mee op die manier. En wat je vaak ziet, wat er gekoppeld is aan de huid, gekoppeld is aan eczeem, dat zijn de emoties boosheid, frustratie, irritatie. Nou, die horen allemaal een beetje bij elkaar, want je bent eerst geïrriteerd, er komt wat meer irritatie bij, dan wordt het frustratie, op een gegeven moment wordt het boosheid en die komt er dan uit. Of die komt er niet uit. Als je hem nou niet verbaal uit, of door te gaan sporten, of je uit hem helemaal niet, of te weinig, dan kan het eruit komen via de huid. Dat zie je vaak nogal het meest bij kinderen. Kinderen met eczeem, dat zijn ook vaak de kinderen die een beetje bozig zijn. Een vijfde oorzaak van eczeem, dat is niet jezelf zijn. Dat is een vorm van vervuiling op een iets dieper niveau. Verder op een onbewust niveau waarop dit zich afspeelt. Omdat wij als mens, om ons veilig te voelen, passen wij ons aan. Nou, er zijn heel veel invloeden vanuit de buitenwereld, vanuit onze opvoeding, ouders, familie, vrienden, de maatschappij. Je vibet eigenlijk als het ware te veel mee op de ideeën van anderen.
waardoor je eigen persoonlijkheid niet de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Je past je aan de buitenwereld. Je bent niet jezelf. Nou, hoe irritant is het niet als je niet jezelf kan zijn? Als je niet je eigen ding kan doen? Nou, het woord irritant zegt het al. Dat is afgeleid van irritatie. En irritatie komt er in dit geval uit via de huid, omdat je niet kan zijn wie je zou willen zijn. Dus, eczeem. Bedankt voor het kijken.